Vandaag een antwoord op de vraag van Merel. Merel heeft jarenlang met een eetstoornis gekampt. En kampte in die tijd van haar eetstoornis met hele verstoorde, vreemde, dwingende gedachten omtrent eten. Of ze wel of niet iets mocht eten. Verzadiging. Eetlust. En waren er allemaal regeltjes en voorwaarden in haar hoofd verbonden aan wanneer ze iets at. Zij mocht alleen dingen eten onder voorwaarden van. En met bepaalde regeltjes gepaard gaan. Er kwam altijd compensatiegedrag kwam erbij kijken. Als ze iets had gegeten, moest ze daar altijd iets tegenover stellen. En week ze af van die regeltjes? Dan was het totale paniek. En dat was ook helemaal gekoppeld aan haar eigenwaarde. En dan was ze een enorm slecht persoon als ze iets had gegeten afwijkend van die regeltjes. Onder druk bijvoorbeeld van haar omgeving. Ze had ook helemaal verstoord beeld gekregen van wat normaal is om te eten. En wat een normaal gewicht is. Het was helemaal verstoord geraakt. Er klopte helemaal niks van. Maar al die regeltjes en voorwaarden, die moest ze aanhouden. Die moest ze aanhouden. Daar heeft ze jarenlang mee gekampt. Maar de laatste maanden, afgelopen dik half jaar, heeft Merel een flinke ontwikkeling doorgemaakt. En is ze goed aan het herstellen van haar eetstoornis, inclusief al die dwangmatige, dwingende gedachten die tot ook dwangmatige handelingen leiden omtrent eten, haar zelfbeeld, of ze wel of niet mag eten, verzadiging, honger, al die voorwaarden, regeltjes, dat is afgezwakt. Ze kon opeens weer heel stapsgewijs, dit heeft ze moeten leren, dit is langzaamaan ontwikkeld. Ze kon de laatste tijd steeds weer vaker iets eten. Zonder dat het gepaard ging met allerhande dwangmatige gedachten, verboden, regeltjes, voorwaarden, compensatiegedrag. En zonder ook enorm in paniek te raken wanneer ze iets van die regeltjes die ze eerder had af zou wijken. Ze was daar steeds flexibeler in. Ze kon ook steeds beter hetgeen ze at en het effect daarvan op haar gewicht. En verzadiging en hongergevoelens en dergelijke relativeren. Als logisch beredeneren. Wat ze eerder totaal niet meer kon. Dus daar zat een hele goede, gezonde ontwikkeling in. Ze was aan het herstellen van haar eetstoornis. Inclusief die eetgestoorde gedachten. Verstoorde, dwangmatige gedachten. Helaas heeft Merel sinds de coronacrisis aan de orde is een enorme terugval gehad in haar eetstoornis, haar eetgestoorde gedachten, die dwangmatige handelingen, al die regeltjes. Er zijn allerhande regeltjes weer bijgekomen, allerhande voorwaarden weer. Ze kan opeens weer niks eten zonder dat daar allerlei labeltjes en regeltjes aan hangen. En ze raakt ook meteen weer in paniek, koppelt het weer aan haar eigen waarde. Ze kan dat niet meer logisch beredeneren, relativeren, het effect ervan op haar gewicht. Het is weer helemaal terug bij af, voelt haast wel. Ze heeft een terugval in haar eetstoornis. Ze kan niet meer flexibel, rustig, beredenerend, logisch beredenerend, gezond beredenerend met voeding en hetgeen ze eet omgaan, het effect op haar gewicht en wat ze waard is en dergelijke. Hier snapt ze niks van, want ze was zo goed bezig. Hoe kan het zo opeens dat ik zo'n terugval ervaar? Het zal wel iets te maken hebben met die crisis, want ja, vanaf dat moment is het veranderd. Maar hoe kan dit? Nou, Merel. Om gezonde, logisch beredenerende, relativerende, kloppende gedachten te kunnen hebben omtrent eten,
Je eigen waarde. Hetgeen je hebt gegeten. Goed en fout. De porties van hetgeen je eet. Wat je mag eten en dergelijke. Daar heb je allemaal een goed verlopende informatieverwerking. En vooral ook integratie van informatie in je hersenen voor nodig. Om ook kloppende verzadigings- en hongersignalen te kunnen ervaren, heb jij een goede informatieverwerking en integratie van informatie in je hersenen nodig. Wanneer je met een eetstoornis kampt en wanneer je met eetgestoorde, dus verstoorde, dwangmatige, onjuiste, onlogische, onrustige, paniekerige gedachten omtrent eten, verzadiging, honger, je eigenwaarde en dergelijke kampt, dan verloopt de informatieverwerking en de integratie van informatie hier niet goed. Dit deel van jouw zenuwstelsel wordt het animale deel van jouw zenuwstelsel genoemd. Het deel van jouw zenuwstelsel wat onder dit deel, onder jouw hersenen en ruggenmerg ligt, dat wordt het autonome, perifere deel genoemd, wat onder invloed staat van het autonome deel van jouw zenuwstelsel. Het autonome deel van jouw zenuwstelsel die actie-reactiemechanismen veroorzaakt. Dus het impulsief, wellicht wel onlogisch, maar niet met je wil en logische gedachten kunnen beïnvloedende reacties, gedragingen veroorzaakt. Dwangmatig, automatisch, impulsief. Jij kampte voorheen met dwangmatige, impulsieve, onlogische, niet relativerende, paniekerige gedachten en gedragingen. Omtrent eten, je gewicht en dergelijke. Dat doet vermoeden dat voorheen het autonome deel van jouw zenuwstelsel de regie had in jouw lijf. En het animale deel van jouw zenuwstelsel, dat daar de activiteit erg laag was. Niet goed verliep. Dus dat die integratie van informatie in je hersenen en een goede informatieverwerking in je hersenen, een rustige informatieverwerking in je hersenen en je eigen invloed, je eigen wil, niet goed verliep. Dat is kenmerkend voor een eetstoornis. Daar was verbetering in. En nu, opeens, sinds de coronacrisis, is daar weer verslechtering in. De verbetering betekende dat het animale deel, dat de activiteit in het animale deel weer was verbeterd. En de activiteit in het autonome deel was afgenomen. Maar nu is dat weer andersom. Wat is daarop van invloed? Wanneer jouw lichaam in een slechte voedingstoestand verkeert en tekorten ervaart in vocht en essentiële voedingsstoffen, ofwel vanuit jouw voeding, ofwel door omstandigheden daar versneld van uitgeput raakt, waardoor jouw voeding dat niet meer kan bijbenen, zeg maar, en er ook tekorten ontstaan, dan ervaart jouw lichaam stress. Heeft jouw lichaam moeite te overleven. Overleven wat samenhangt met het behoud van een ideale bloedsamenstelling in jouw bloedbaan. En om tekorten om alle processen in jouw lijf aan te kunnen sturen. Dan moet het beperkt worden onder invloed van het autonome deel van jouw zenuwstelsel. Dan moet jij actie-reactie handelingen gaan vertonen. Dus meteen wanneer er een stofverschuiving plaatsvindt in je lijf, je hebt geen speelruimte. Je hebt tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen. Dus dan moet er meteen een reactie uit plaatsvinden, waardoor dit deel eventjes niet mee kan doen. Want dat deel, daarmee beïnvloed jij je gedrag. En kun jij dat actie-reactiemechanisme, wat nodig is om te kunnen overleven, kun jij tegenhouden. Ja, en dat kan dus echt niet. Dus het feit dat jij nu vermindering merkt in je eigen invloed op je gedachten, gedragingen en dergelijke,
omtrent eten in jouw geval, in heel veel gevallen, doet vermoeden dat er opeens een slechtere voedingstoestand is ontstaan in je lijf. Nou, die kan niet alleen ontstaan door jezelf uithongeren, minder gaan eten en dat soort dingen, maar die kan ook ontstaan in tijden van stress, doordat stress jouw lijf versneld doet uitputten. Jij was goed aan het herstellen van je eetstoornis en hebt daarmee waarschijnlijk de voedingstoestand in jouw lijf verbeterd, waardoor je lichaam weer meer speelruimte kreeg met vocht en essentiële voedingsstoffen om een mooie vocht- en voedingsstoffenverdeling over alle delen van jouw lijf goed mogelijk te maken en dit deel weer beter mee te laten werken, waardoor jij weer kon relativeren, zelf invloed uit kon oefenen over je gedragingen, rustiger kon voelen, kon blijven met betrekking tot gewichtsschommelingen en dergelijke. Maar dat is nu weer veranderd. En dus is de voedingstoestand in jouw lijf verslechterd. Terwijl jij niet zelf, sinds de coronacrisis, heb jij mij verteld, je voeding, wat jij heel goed had leren ontwikkelen om weer te verbeteren. Al die regeltjes die eerder gepaard gingen met eten, maakten dat je heel veel dingen had uitgesloten. Maar dat was weer aan het terugkomen. Jij bent dat niet zelf weer gaan verminderen. Maar de stress die de coronacrisis met zich meebrengt, kan brengen, heeft de voedingstoestand in jouw lijf doen verslechteren. En dat heeft gemaakt dat dit deel weer eventjes niet goed werkzaam is. De verwerking van informatie, integratie van informatie, met als gevolg dat honger- en verzadigingssignalen weer eventjes niet kloppen, jij niet goed kan relativeren, je weer met gestoorde, niet kloppende, onlogische, dwingende gedachten omtrent eten, in jouw geval gewicht, eigenwaarde en dergelijke kant. Het komt door een verslechtering van de voedingstoestand in jouw lijf, vermoedelijk. Niet zozeer omdat jij zelf weer flink bent gaan schrappen in jouw eetpatroon, wat je inmiddels weer had ontwikkeld, maar door de omstandigheden.